Het is zo droog ook. Kijk mijn arm houden. Jongen mensen, super leuk dat je weer een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. In deze video dus gaan we een keertje wat anders doen. Waarschijnlijk hebben jullie het al aan de titel en de thumbnail gezien. Ik ga weer reageren op mijn oude video's slash streams. Ik heb ook een leuke livestream voor jullie. En die gaan we natuurlijk niet helemaal afkijken, maar gewoon een stukje. De jaren dat ik YouTube doe, ben ik zo erg veranderd in content, in mezelf, in de background, in alles is het gewoon zo erg vooruit gegaan. En ik vond het super leuk. Ik dacht van, ik ben weer... Ja, soms heb je als YouTuber zijn en dan ben je gewoon weer je oude video's aan terug bekijken van hoe was het toen. En toen dacht van, ik kan hier eigenlijk ook gewoon weer een leuke video uithalen. Dus ik dacht van, laten we het gaan doen. Dus hopelijk hebben jullie zin in. Vrienden, alvast op dat duimpje omhoog. Trouwens, dat zou super dope zijn. En dan gaan we er gewoon induiken. Let's go. Nou, we zijn bij mijn kanaal aangekomen. En als we hier naar sorteren op en dan oudste gaan, krijg je een hele lijst met je eerste video's. Dus dit zijn ook de eerste video's. En zoals je ziet is het 4 jaar geleden. Dus ik doe ongeveer 4 jaar YouTube nu. Ik denk ietsjes langer. En vroeger vond ik het al super leuk om te doen. Je ziet het ook hier gewoon op zich gewoon. Ja, hey, de 1000 weergaven werden wel ongeveer bijna steeds aangetikt. Ik heb een paar video's al uitgekozen die mij misschien wel leuk leken om te laten zien aan jullie. Wie weet zie ik toevallig ook weer iets anders voorbij schieten die ook wel misschien leuk is om te doen. Maar de eerste video heb ik hier al staan. Racen met Jurassic Hashtag 1. Dat is deze video met deze thumbnail. Ik zeg je eerlijk, voor de eerste video die online staat, ik weet niet zeker of dit de eerste video is van mij ooit. De thumbnails waren prima, man. Ik denk dat ik hier ongeveer, wat is het, misschien net geen 1000 abonnees had. Dus we gaan kijken. En het leukste is, let op mijn stem. Dit is ook natuurlijk de oudste video, dus die heeft ook blijkbaar 10k alweer. Nou, dik, super ziek. Laten we gewoon kijken en jullie gaan echt versteld zijn naar mijn stem. Dat is vooral echt kloot, want dit is 4 jaar geleden. Het is 2015, 4 juli, dus het is echt precies 4 jaar geleden. Het is nu 16 juli, nou iets te voorbij dus, maar bijna echt 4 jaar precies. Dus alright, we gaan het luisteren. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video, dat is een hele speciale video. Jullie zien nu dat ik in de lobby van Jaraski zit. De enige echt... Oké, trouwens voor de mensen die het nu al opvallen, je ziet mij. Dit ben ik trouwens, de Mr. Shark 11, zo heette ik vroeger op de PlayStation. Je ziet mij ook gewoon niet in een party zitten. Dus iedereen in die hele lobby kon mijn... leuke mannelijke stemmetje horen van... ja, ik had echt zin in, ik ben aan het opnemen. Iedereen kon het horen. En Jurassic was toen live en toen zat ik in zijn crew. Dus daardoor kon ik met hem mee racen. Maar, oh my god. Ik zit ook in zijn crew, dus... Hallo Jan. Hallo Jan. Oh my god. Nee, fucking chill, echt. Fucking chill. Je ziet, toen begon het ook al. Schelden vind ik niet. Fucking is gewoon zo'n woordje van... echt gewoon erg. Ik gebruik meer van... in plaats van erg gebruik ik fucking meestal. Blijkbaar gebruikte ik het toen ook al 4 jaar geleden. Nee, maar serieus. Het was gewoon een... je ziet mij gewoon letterlijk... gewoon wanneer begon de race hier. 3 minuten in die lobby. En ik lulde gewoon maar... lulkoek gewoon eigenlijk. En toen de echte race begon, dat was hier. Oké, jongens, we gaan met de auto's kiezen. Ik ga tryhard als een motherfucker. En hopelijk kunnen we deze winnen. Fucking chill. Hoe vaak zeg ik dat woord, jongen? What the fuck? Oh, ik stond wel naast de enige echte Jan. En het leuke, jongens, is... hoe heet dat? Ik heb zo lang Jan gekeken. Ik ben nog steeds geabonneerd op Jan. Ik vond het echt... hij was echt de guy die ook door hem ben begonnen met YouTube. En het vette is gewoon dat ik... gewoon in contact ben gekomen met Jan. Gewoon in het echt. Hij kende Linda ook. Super aardige mensen. Gewoon in het echt. Gewoon die spreek je gewoon. En toen, als je dat dan ziet van je, ja, nu praat je af en toe met Jan. En dan toen was het echt insane dat je al in zijn race kwam. Dat gewoon is naast echt niet normaal. Gek. Nou, er was gewoon een race. GTA. Ja, GTA. Ik speel het eigenlijk bijna nooit meer. Maar ja, toen op PlayStation. En het was helemaal de shit. Het was in zijn stream. Fucking vet. Maar vooral mijn stem in het begin is echt verschrikkelijk. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video, dat is een hele speciale video. Oh shit, ouwe. Besef in 4 jaar tijd hoe erg je verandert als mens. Niet normaal. Oké, laten we naar de volgende video gaan. Of livestream eigenlijk. Dit is een livestream. Dit was een van de eerste livestreams die nog online staat. Waarschijnlijk had ik wel eerder gestreamd, maar zijn die streams offline gehaald, weet ik veel wat. Dit is de eerste stream die nu op dit moment op mijn kanaal staat. En je moet één keer kijken naar die layout. Het was gewoon... ik had zelfs Facebook in mijn layout. Like Facebook. Wie de fuck gebruikt dat nog trouwens? Maar livestream 3k kijk... of weergave bijna. Ik had geen 3k kijkers toen, dat weet ik wel. Ja, gewoon veel reacties eigenlijk op stream. Voor toen die tijd sowieso bijna 200 likes. Laten we maar gewoon kijken hoe ik de stream begin.
En een beetje hoe het aan het einde gaat of zo. Weet ik veel wat. We gaan gewoon kijken. Trouwens, die headset. Oh. Het verschrikkelijke was. Voor de mensen die natuurlijk op PlayStation spelen. Ik speelde toen ook de hele tijd op PlayStation. Ik had toen nog geen Astro. En ik streamde elke keer. En ik nam ook elke keer op zonder gamegeluid. Dus ik hoorde niks van de game. Alleen muziek. En in video's was dat vooral kut. Want je hoorde niemand lopen. Dus dat was kloten in bijvoorbeeld Call of Duty. Dab. Zijn nou Dab? Oké, ik zie trouwens dat mijn stem totaal niet synchroon loopt met mijn cam. I am checking my Twitter, mate. Oh my god, deze die stem is... Wacht, ik spoel even door. Ja, ik zie dat de synchronisatie van mijn mond met de stem niet klopt. Trouwens, die vreemdrols zijn ook extreem erg altijd in die buizen. Ja, wie was dat dan? Was Robert dat? Nee, maar ik weet niet hoe die dat... Leven, die heb ik al veranderd, alleen moet je refresh. Ja, ik weet... Bro, oké, het leuke was... Gewoon, ja, ik heb dat gewoon niet door. Dus ik ben gewoon letterlijk 2 uur lang gaan streamen zonder die synchronisatie. Maar ik vond het gewoon vooral grappig om de layout te laten zien. Like, hoe erg dat veranderd is. Gewoon, dat weet niet, dat weet niet. Dat was echt niet normaal. We zaten gewoon een beetje rond te kutten met races. Af en toe deden wat kijkers mee. Je ziet ook races met kijkers. Het was gewoon geinig om te doen. Het was totaal, YouTube was hier nog niet serieus. En het was gewoon super chill om te doen. Gewoon, ik streamde veel. Ik nam veel op. Dus dat was super dope. Nu heb ik een video... En dit is echt een mooie video. Ik ben al... Hoe lang woon ik hier, denk ik? 3 jaar ben ik al in dit huis. Maar daarvoor woon ik natuurlijk ook in een mooi huisje. Daar heb ik dus nu een video van. Want toen heb ik een setup video gemaakt van mijn kamer. Toen ik van 2016... Nou, dat is nu 2019. Nou, volgens mij was ik rond de... Wat is het? 15 jaar, 14 jaar, zoiets was ik hier. En hoe dan je kamer eruit ziet, is echt geniaal. Trouwens, ik heb bijna in elke andere elke video een andere intro. Ik was echt... Het dekt het voor nieuwe intro. Zo, de knijpers, die zijn wel hard. Wow, joh, ouwe. Helemaal dood hier. Ow. Oh, shit. Yo, mensen, tof. Oh my god. Ga ik dus mijn kamer laten zien. Oh, hier filmde ik trouwens volgens mij ook met de iPhone 4 toen nog, die tijd. Goedemorgen. Ik niet al te lang kan opnemen. Oké, dat ventje, jongen. Ik droeg altijd een pet vroeger, man. Nooit meer nu, trouwens. Het staat me echt niet meer. Toen ook niet, trouwens. Dit is mijn kamer. Ja, echt gewoon een kamer die volgepropt is met allemaal knuffels en... Oh, shit, ouwe. Oh, zet het in mijn min. Oh, dat bureau, jongen. Hier, daar toen ook die headset, die witte, ja. Toen speelde ik nog op een tv, hè. Besef, zo'n ding van een kast, jongen. Oh my god. Waarom had ik eigenlijk een tv als ik al 3 monitoren had? Ik snap dat even niet. Importeren, oh my god. Toen, voor de mensen die het nu weten of gebruiken, Elgato Capture Cardje, jullie weten wat een mooi kastje waarmee je kan opnemen met PlayStation. Toen had ik daar gewoon letterlijk geen geld voor. Ik had gewoon niet zoveel. Die tv had ik net gekocht waarschijnlijk, dus ik was helemaal mijn geld daarin gaan steken. En om op te nemen gebruikte ik de SharePlay, maar toen was ik, kon je het nog niet mailen of zo? Het was echt begin PlayStation. Dus je moest via een USB in je PlayStation, moest je daar je video's op zetten en dan weer naar je PC. Nou, wat een gedoe, okay, jongen. Zo'n mooie Brugger-tas natuurlijk, zo'n veel te grote tas. Allemaal Nerf guns. Oh, dat tapijt, vreselijk. Felblauw ook gewoon. Hoe kan je dat kiezen, Dylan? Oh my god. Dat was gewoon een dikke terrorist met die Nerf guns. Kijk, echt zo'n tering grote tv. Waarschijnlijk dikke delay ook in dat beeldscherm. Oh, ik zie niks. Lekkere vlogging skills, Dylan. Geen idee welke, maar... Maar gewoon ook de inrichting van mijn kamer. Like, hier zit zo'n vierkant gat gewoon waar je niks mee kan. Omdat je allemaal bureaus ervoor hebt gezet. Gewoon. Ik wil ja, nou shit dat ik te groot begin worden. Waar ik daarop gaan gamen. Dus dan weten jullie dat. Ja. Hier hebben we mijn PS4 met de USB-stick er natuurlijk in. Dat was echt de eerste PS4. Nu heb ik 2 PS4's. Ik heb die nog steeds. Die eerste, die staat hier nog steeds. Ik kan hem er wel even bij halen. Even zoeken. Die staat hier als het goed is. Die PlayStation die daar nu staat, heb ik nu in mijn hand. Dit is natuurlijk, ja, het zit wel, hij is wel stoffig. Een mooie sticker op van mijn kanaal natuurlijk. Maar besef dat die PlayStation daar van 4 jaar geleden, zoiets voor volgens mij 4 jaar, dat is deze. Hij bestaat nog steeds. Ik heb hem nooit verkocht of iets. Dus letterlijk, waar ik toen al die video's mee opnam, heb ik hier gewoon nog in mijn handen. Dat ding is zo fucking oud. Nu heb ik al een nieuwe PlayStation, de PlayStation Pro. Dat is die met die 3 layers, weet je wel. Dat is echt de
eerste PlayStation die uitkwam. En die PlayStation was ook iets van, weet ik veel, 300-400 euro. Die was ziek duur. Terwijl je eigenlijk, als je nu kijkt, heb je een PlayStation van, wat is het, rond de 300 euro, die echt 10 keer beter is. Maar oké, dat was, ja, dan ga je nog om, dat ik hem nog steeds heb. Fucking grappig. Die tv heb ik trouwens niet meer. Die staat nu boven op zolder. Oh, die kabelmanagement. Niet dat het nu veel beter is, maar wow, ouwe. Feyenoord dekbed. Ja. Oh, dat vinden de Ajax-fans leuk. Ja, jongen, vroeger was ik echt voetbalfan. Ik voetbalde ook echt veel vroeger. Nu ben ik al lang gestopt ermee en voetbal interesseert me ook niet zoveel meer. Met een i5-processor. Dat was echt de shit, maar dit was echt een kut laptop, jongen. Ik zeg je eerlijk. i5 zegt helemaal niks als je het in zo'n laptop stopt. Dat is echt niet normaal. Dat is echt een prudding, zeg je eerlijk. Oh, die laptop is ook zo plastic als ik weet niet wat, hè. Oh shit, de eerste game PC, jongen. Oh, dat wist ik nog. Natuurlijk, iedereen weet dat je game PC's, je kan ze natuurlijk in één geheel kopen. Dus gewoon, je ziet de PC staan, bam, de specs erin, kopen, kan. Maar dat, toen had je bij GamePC.nl, ik ben niet gesponsord door hun, dus ja, ik zeg gewoon wat ik ervan vind. Toen die tijd was het veel te duur voor de specs die je erin kreeg. Dus ik betaalde echt tering voor geld. Ik weet niet, 600 euro toen die tijd was heel veel geld. Voor een PC die eigenlijk best wel crack was. De koeling was zuigde echt, dus I don't know man, dat was echt kloten. Al die knuffels jongen, Monster Energy. Neuspray. Waarom film je dat, joh? Hey, yo, kijk dat veldje voor de mensen die in Apeldoorn wonen. Dit was in de Maten. Dat was bij de Chinezen in de buurt. En daar heb je de Chinezen achter. Bro, kijk dat veld helemaal smerig. Maar ja, hier woon ik toen die tijd. Maar echt. Kijk, ik heb hier echt chillen herinneringen aan de jeugd gewoon toen. Alleen het veld ziet er nu niet uit, maar in de zomer was het wel en mooi. Daar school, die school altijd, vreselijk, nou, mooi, die drukte, jongen. Wat hebben we hier? Dino's! Oh, ik vind het gewoon zo grappig om te zien, jongen. Al die kinderlijke dingen of zo wil ik het niet. Ja, SpongeBob nog steeds shit. Ik vind het nog steeds wel goud. Ik ook al heel lang. Al die stickers, geweldig, jongen. Nog steeds puur omdat ik ze nog niet heb. Maar ik film ook gewoon zo of zo. Een bal, sticker. Je glas. Nee. Geweldig dit, jongen. Oké, laat je zitten verder zien. Oh shit, dikke auto verzameling. Joh, dit! Huh? Ik heb wel een Elgato. Waarom gebruik dan een USB voor VR's opnemen? Ik heb hier gewoon een Elgato, wat? Oké, nu snap ik het even niet. Waarom deed ik dan VR's alsnog via SharePlay als ik een Elgato had? Misschien dat dat misschien de reden was dat ik, omdat ik de Elgato gebruik, dat je dan geen game geluid hoorde. Oh shit, dikke gunverzameling hier wel. Hier, dit is wel een gevaarlijke area, jongen. Als de politie binnenvalt en je pakt toch even zo'n shotgun hier. Geweldig. Sokken. Oh shit, ouwe. Oké, dat is best wel saai nu gewoon, maar als je kijkt naar wat voor sokken ik vroeger droeg. Als je even... Hier goed, even kan ik het op pauze? Hier, blauw, wit, groen, rood. Ik zie van alles hier. De felle kleuren en die onderbroek ook. Gewoon dikke steden. Gewoon op een onderbroek. Like, nu heb ik gewoon letterlijk zwart met een witte rand en witte sokken. That's it. Gewoon letterlijk die kleuren. Bro. Trustdoos. Die prullenbak heb ik nog steeds. Hey! Ja, dat vind ik grappig. Besef dat ik die prullenbak bijvoorbeeld al 4 jaar heb. Dat is gewoon apart. Die PC, jongen. Besef dat ik nu 2 PC's heb die gewoon letterlijk 3 keer zo goed zijn als deze, jongen. Dat is niet normaal. Dat het gewoon zo erg kan veranderen. Echt insane. Al die kabels. Ik zet ook... Ik geef een tip, jongens. Voor de mensen die een tapijt hebben, zet niet je PC erop. Het vreet stof en het wordt warm en tapijt. Ja, man, niet doen. Ik krijg ook zo misschien kan je wel brandplekken krijgen als het heel warm wordt. Nee. Oh my god. De DX Razer van toen die tijd. Yo, maat. Oké. Nou, hartstikke leuk. Nou, je hebt een beetje een kijk gezien in de video van mijn setup toen die tijd. Die IKEA-lamp heb ik nog steeds trouwens. Ja, hij zit nu wel in een bolletje. Kan je hem daar zien? Maar dat is fucking goud, ouwe. Die lamp, ja, die is natuurlijk wel meegenomen. Maar super ziek room tour. Hey, Tom heeft ook hier. Wat een game. Oh, mensen kijken dit nog steeds terug. Het is echt goud om dit terug te kijken. Dus als je het ook gewoon helemaal voor jezelf wil zien, yo, check de linkjes in de beschrijving. Ik zou de video's er wel even inzetten. Oké, we zijn bij een volgende video aangekomen. En deze is echt goud. Ik zeg het je eerlijk. Dit is echt... Oké, voor de mensen die het nooit weten of nooit hebben geweten. Ik heb mijn arm een keer gebroken. En er zit er best wel een verhaaltje achter. Ik denk dat ik gewoon eerst de clip ga showen van wat er gebeurd is. Dan kan ik het uitleggen. Hier weer een andere intro. Hey, wel zo'n nummer, though. Zeg eerlijk.
altijd in 3D. Jongere in mensen, wat... tof dat je kijkt naar een nieuw video. Oh, hier woon ik gewoon weer in mijn nieuwe huis. Hier zo'n gekke bazooka hier gemaakt van zo'n koker. In deze video, geen je idee. Je kan het al zien aan de titel. Ga ik het met jullie hebben over mijn valpartij, mijn domme... Besef als ik de titel had veranderd van ik heb mijn armen gebroken. En dan zo'n omgefeestje, weet je wel. Dan had dat zoveel meer views gehaald. Gevallen met BMX, ja, wow. Je hebt gewoon letterlijk je arm gebroken. Oké, laten we maar gelijk beginnen met de... Oh ja, maar dat wist ik hier nog niet. Video, dat wist ik hier. Oh ja, dit was leuk. Staan wat er is gebeurd. En daarna okay, hier, ga ik verder, de clip. Ga ik het uitleggen wat er aan de hand was. Dus hier zien jullie de video. Dus oké, okay, let op jongens. Ja. Het is zo droog, hoor. His name is John Cena. Kijk mijn arm houden. Oké, okay, ik zal het even uitleggen. Wacht, kan ik hem in slow motion afspelen? Oké, let op. Wacht, ik zet even het geluid uit. Kijk, hier. Mijn wiel glijdt van dat kutmuurtje af. Waardoor ik dus flikker. Dus het is eigenlijk niks van ik deed een sprong en toen viel ik of zo. Dat was letterlijk... Dat randje was heel dun, dus ik viel eraf. Ik gleed er weg met mijn band hier. Hut. Zo, dat is nog best wel. Wat is dit, een meter of zo? Dat je even flikkert, hoor. Hier, hop, pats. Vol op mijn pols toen die tijd, jongen. Wow, yo, ouwe. Ik zeg je eerlijk. Ik weet het nog precies, jongen. En het kutte was... Wacht, ik speel wel even ondertussen die video even. Nee. Oh shit, ik moet even dit doen. Zo. Het kutte was... ik belde dus mijn moeder op van... Yo, mam, ik ben geflikkerd. Ik kan mijn arm niet bewegen. Het doet zeer. Kan je me halen? Want ja, ik ga niet... Het was best wel 20 minuten fietsen, denk ik, op zo'n BMX. Naar huis toe. Met één hand. Fucking pijn. En ja, je bent toch wat jonger. En dat... Ja... Komt wat meer op je af, zeg maar. Dus ik belde mijn moeder zo van... Yo, mam, kan je me halen? Er is iets fout gegaan, bla bla bla. BMX achter in de auto gegooid. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Nee, eerst naar huis gegaan, want ik had allemaal schaafwonden. Er moest eerst even een beetje schoongemaakt worden. Pleistertjes erop, weet ik veel wat. En ik wilde niet naar het ziekenhuis toe. Ik ben er nog steeds als de scheid voor gewoon. Ik haat dat soort plekken. Net zoals een tandarts, die geurde, alles die... Die, het feit dat je daarheen komt omdat je natuurlijk iets hebt, is gewoon kloten. Natuurlijk, een ziekenhuis is gewoon om je te helpen. Dus eigenlijk slaat er nergens op dat je er bang voor bent of zo. Maar ik wilde niet. Ik zeg tegen mijn moeder van, nou, mam, na het maar, komt wel goed, weet je wel. Mijn arm stond echt fucked up. Ik kon niks met mijn linkerarm. Dat was mijn linkerarm. En we gingen dus naar het ziekenhuis toe, alsnog. En we kwamen daar gewoon bla bla bla. En die zuster, die ging dus voelen, hè. Gewoon van, yo, kan je dit, zus, zo. Nou, mijn arm stond stijf. Ik kon niks doen, dus ik zat gewoon zo. En ze kneep erin, niks aan de hand. Ik gaf geen krim. Blijkbaar heb ik gewoon een hoge, hoe zeg je dat? Pijngrens of zo. Ik voel niet zoveel als ik pijn heb, zeg maar. Maar soms deed het wel wat zeer. En bla bla bla, zeg, het is gekneusd. Hier, ga maar naar huis. Het gaat vanzelf over. Dus dat weekend... Heb ik alleen maar zo op de bank gezeten. Op de leuning. Want mijn arm stond echt knijterstijf. Ik kon niks. Ik zweer het. Ik zat de hele tijd zo. Mijn hand zat zo. Ik kon niks. Dus na een maand of zo. Ging het wel weer redelijk. Natuurlijk voelde ik het nog steeds. Ben ik weer gaan BMX'en. Gewoon trucjes omhoog. Je komt weer neer. Voel die pols. Het was mijn pols. Ja, arm niet helemaal. Maar mijn pols. Dus je voelde het wel. Ik zeg tegen mijn moeder van. Yo, het is nog steeds. Doet zeer. En bla bla bla. Dus mijn moeder zei van, na een maandje ongeveer, laten we toch maar foto's maken. Want dat deden ze toen niet toen het net gebeurd was. Dus we moesten dus even naar het ziekenhuis gaan om foto's te maken. Mijn moeder wilde dat per se. De zussen zei, dat is niet nodig, bla bla bla. Alsnog gedaan. Dus wat bleek, dat alsnog mijn arm gebroken was. Terwijl het ziekenhuis zei dat het gekneusd was. Er zat een lijpe scheur in mijn bot hier ergens. Ik weet niet eens meer hoe het zat. En ja, dus ik heb dus een maand lang doorgeleefd en gebmx'd met een gebroken pols. Uiteindelijk kwam ik dus weer bij zo'n, ik noem mij even arts. Ik weet het niet wat die was precies. Die keek dus naar mijn arm en maakte dus foto's. En zei van, ja, dat je eigenlijk, wat was ik hier toen, 15 of zo, gewoon best wel een guy was. Ja, wie gaat er nou met een gebroken arm nog van alles doen? Dus die waren allemaal helemaal onder de indruk dat ik gewoon... Alles deed met een gebroken arm. Mijn arm is ook nooit in het gips geweest of geopereerd. Het is letterlijk uit nature hersteld. Niks eraan gedaan, want ja, wij wisten niet dat hij gebroken was. Dus ik heb nu van... Ja, ik weet niet of je dat kan zien. Ik stroom mijn arm wel even op. Ik weet niet of je het kan zien vanuit de camera. Maar hier zit dus een bobbel. En hier niet. Dat is dus het enige wat ik eraan over heb gehouden. Daarna heb ik wel echt in jaren nog lasten van gehad. Het was gevoelig. Ik kon niet zware dingen optillen met mijn linkerhand. En nu ik naar de sportschool ben geweest, heb ik gewoon gedacht van... Hè?
Dat, die arm is zo zwak, ik kan er niet zoveel. Fuck it, weet je wel. Ik ga gewoon door. Ik probeer het wel gewoon zo sterk mogelijk te trainen. En nu kan ik het knakken, zeg maar, na het sporten. Wordt hij gevoelig. Je voelt nog steeds een knak. Dat bot zit nog niet helemaal als het hoort, zeg maar. Maar het is wel sterk genoeg geweest dat ik er geen last meer van heb. Maar besef dat dit gewoon allemaal door zo'n klote val is gebeurd. Ja, man. Volgens mij liet ik ook ergens zien in het filmpje van hoe het wel moest. Hier, kijk, wacht, hier, ik zag het al. Even zien. Ja, hier. Okay, let op. Zo moest het dus eigenlijk wel. Even een video hoe het wel moest. Het was zo simpel. Het slaat nergens op eigenlijk. Die gewoon zo, hup, that's it. Het was echt de klootste truc wat er was. Ja, heel simpel inderdaad. Maar ja, je glijdt weg in je fucking breed arm. Leuk, Dylan. Oh shit, ouwe. Goud. Geweldig. Van je arm breken tot aan een mooie setup tour van vroeger. Vooral die mooie stem was echt de shit toen. Nee, maar jongens. Holy shit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het weer super goud om even in de oude geschiedenisboek van Games Real te checken. Want toen heette mijn kanaal ook al Games Real. Eigenlijk al best wel lang heb ik die naam. Echt ziek, ouwe. Hoe erg verschilt is gewoon. Ik zou zeggen, vind je het leuk? Check gewoon de oudere video's terug van hoe het eerst was en nu. Je ziet het echt, het is goud. En ik heb natuurlijk niet alles laten zien, maar wel een beetje de leukste dingen die er staan. En ik heb ook bijvoorbeeld veel crossbar challenges opgenomen. En ook gewoon real life video's. Ook met Anko en Sam toen nog. Dat is echt, ik ken hun echt al lang, ouwe. Dus ik zou zeggen, check gewoon een keer uit. Het is super geinig om te zien. Moet je maar even kijken. Maar in ieder geval, jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker even op dat blauwe duimpje te rammen. Kunnen we voor de 2000 likes gaan. Zou super ziek zijn. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal. Zou super ziek zijn. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen. Bye, bye.